De spoorzone is natuurlijk al een geruime tijd in ontwikkeling, maar dat er op zo'n korte afstand van elkaar twee van zulke grote bouwprojecten in ontwikkeling zijn, ja, dat is volgens mij nog niet voorgekomen. Ik ga vandaag langs, hierachter, Mindlabs. In Toetje Tilburg, met Tim. Hoi. Wie bent u eigenlijk? Eigenlijk ben ik Joost Ector van Ector Hoogstad Architecten. En waarom staan we hier? Wat is dit? Wij staan hier op de stoep bij wat straks Mindlabs wordt. En voor wie daar nog niet van gehoord heeft, Mindlabs is een samenwerking tussen bedrijven en onderwijsinstellingen en de gemeente. Dus een heel mooi samenwerkingsverband tussen allerlei spelers in de stad die onze digitale technologie van morgen hier verder vormgeven. De laatste keer dat u hier bent geweest? Drie weken geleden zoiets. Ja. Alweer veel brand ondertussen? Of, Ja, eigenlijk wel, want toen was dit nog allemaal leeg en zat er ook nog geen dak op. Stond hier alleen het stuk beton, maar nu is de hele stalen inbouw is gemaakt. En inmiddels is het dak dicht, er liggen platen op, behalve dan hier wat straks van glas wordt. Dus vorige keer kon je eigenlijk alleen nog maar het skelet van de hal zien, maar nu kun je eigenlijk ook zien, het begin zien van wat we ermee gaan doen. Als je van de richting van het station komt, zo langs de lokhal, dan zie je eerst alleen dat skelet van die hal. Het staat echt eventjes helemaal buiten, zonder iets eromheen. Hè. En dan ga je langzaam onder die luifel en dan kom je binnen. En het is een soort van uitgesteld binnenkomen. En zo houden we ook eigenlijk tussen het nieuwbouwvolume en de lokhal houden we een vrij grote ruimte over. Waar je ook nog eens een keer iets kan organiseren. Iets waar je van binnen naar buiten overloopt. En zie ik hier nou beton met een houtnerf? Ja, dat was vroeger heel gewoon, want toen maakten ze nog bekistingen met ruwe planken. En daar is dan een beetje dat brutalistische gevoel bij. Ik durf wel te beweren dat als je tegenwoordig nieuwe beton ziet met een houtnerfstructuur, dan komt het van een rubber matje in de bekisting. Maar het ziet er wel heel mooi uit. Het was natuurlijk een belangrijk gegeven toen het gebouw ontwikkeld moest gaan worden. Ja, de constructie van het oude hal 70 zou blijven staan. Was dat nou een prettige uitdaging of iets waarvan je dacht, nou laat alsjeblieft zitten? Nee, dat is natuurlijk gewoon een feest. Kijk eens hoe mooi het is. Je hebt hier natuurlijk die potnagels in die oude, in die oude constructie. En mij is verteld dat ze die heet maakten, dan omhoog gooiden en erin sloegen. En dat heel die constructie die er nu is, om dat nu na te bouwen, zou dat heel kostbaar zijn. En toen was het een van de bijna makkelijkste of meest efficiënte manieren om dat te doen. Het verhaal klopt. En het heeft er alles mee te maken dat de verhouding in kosten tussen arbeid en materiaal veranderd is. Dus nu is materiaal goedkoper dan arbeid. Ja. Toen was materiaal duur, dus moet je eigenlijk heel fragiel construeren. Met zo min mogelijk staal, zoveel mogelijk stijfheid maken. En dat het dan meer werk kostte om het allemaal in elkaar te zetten. Ja, dat was toen de meest economische oplossing. Maar mogen jullie een soort campusarchitecten noemen? Ja, zeker. Ja, graag. Ja, nee, dat is het. Wij doen heel veel verschillende projecten. Van de grootste fietsenstalling ter wereld naar een interieur voor een woonhuis, bij wijze van spreken. Maar het zwaartepunt ligt wel echt bij wat wij kennislandschappen noemen. Dus het zijn plekken die we maken voor mensen om daar bij elkaar te komen en kennisontwikkeling te doen of kennisdeling of het simpelweg laten zien van kennis, tastbaar maken van kennis. Dat vinden wij echt heel erg interessant, want het blijkt gewoon dat je daar dus inderdaad toch
architectonisch ook op moet anticiperen. Hoe je dingen bij elkaar brengt, hoe je zorgt dat ze van elkaar profiteren zonder elkaar tot last te zijn. En hoe je inderdaad, ik heb ooit een interview gehad met een professor in het Erasmus Medisch Centrum en die zei ja, wetenschap is niet iets meer waarbij je op je zolderkamertje zit en dan heel lang nadenkt en dan roep je Eureka. Maar dat is iets waar je met teams aan werkt. Het is een teamsport geworden. Nou, dus het geldt niet alleen voor wetenschap, het geldt ook voor creativiteit. Je hebt elkaar nodig om stappen te zetten, om nieuwe dingen te bedenken, om elkaar daarbij te inspireren en elkaars creativiteit aan te jagen. Het is wel zo, als mensen van een gebouw houden, dan zijn ze ook bereid om het meer te vergeven. En zijn ze er bereid om er in de loop van de tijd ook meer in te investeren. Dus ja, ik denk iets maken waarvan mensen zeggen, god, daar zijn we toch wel echt heel erg blij mee. Ja, ik denk dat dat wel een van de basisvoorwaarden is om een gebouw ook een lang leven te bezorgen. En voor de rest moeten we maar kijken hoe het werkt. Als mensen straks hier langslopen, dan heb ik liever dat ze naar andere dingen kijken dan naar dit gebouw. Maar als ze dan naar dit gebouw kijken, ze dan bij zichzelf zeggen, zo, hebben die dames en heren die dat bedacht hebben ze toch mooi gedaan. Die waren niet op hun achterhoofd gevallen. Nee, bepaald niet. Dat was hem weer. Een toets Tilburg met Tim. Op de hoogte blijven van de laatste stedenbouwkundige ontwikkelingen. Like dan vooral Kast op Facebook. En vergeet niet deze video te liken. Tot de volgende!